Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Als je naar het leveringsprogramma van Toyota kijkt over de afgelopen decennia en je kijkt naar zeg maar de leukere, sportievere auto's, dan had je in de jaren 70 had je de Toyota Celica en Supra. Dan in de jaren 80 kwam daar de MR2 bij. In de jaren 90 bestonden ze alle drie naast elkaar. Maar als eerste verdween de Supra van het programma. Ja, en toen, ongeveer 13 jaar geleden, toen viel het doek voor zowel de MR2 als de Celica. Ja, en dat was het zeg maar met de sportieve modellen van Toyota. En de reden dat die sportieve auto's eruit gingen was, er was minder vraag naar. En die auto's, ja, ze waren niet langer winstgevend voor Toyota. Maar de grap is dat met de introductie van deze auto, de Toyota GT86 in 2012, speelde eigenlijk de financiële zaak van een project helemaal niet. Nee, deze business case werd niet gefocust op winstgevendheid. Nee, deze auto die moest er komen. En als het dan wat geld kostte, dan mocht dat van meneer Toyota, de CEO van Toyota. En zo ontwikkelde Toyota deze GT86 om maar één reden. Ja, dan moest weer een auto in het programma komen die leuk was om te rijden. Ja, en tijdens de ontwikkeling van deze auto, toen zeiden ze, die Porsche Cayman, dat is de benchmark. Maar de benchmark op het gebied van rijbeleving. Want daar draait het om bij deze auto. Als voorbeeld duurde nog een ander model. En dat was geen Porsche. Niet een tweede Porsche. Maar dat was een andere Toyota. En dat was een Toyota uit de jaren 80. De AE86. En dan niet specifiek om zijn rijkarakter, maar om andere eigenschappen. Die Toyota Corolla variant, die had namelijk een coupé-achtige carrosserielijn. Met een losse achterklep, hè, separaat van het interieur. Die had achterwielaandrijving. Maar wat hij bovenal had, en dat vond meneer Toyota heel erg belangrijk voor deze GT86. Hij was betaalbaar. En inmiddels is het uitgegroeid tot een iconisch model dat een hele specifieke rol in die tuningswereld heeft. En daarvan zei meneer Toyota, dat moeten we met deze auto ook bereiken. Hij moet betaalbaar zijn, zonder dat ze natuurlijk naar die business case keken van of die wel rendabel zou zijn. Maar hij moest betaalbaar zijn. En wat meneer Toyota ook zei, en dat is ook wel een hele opvallende uitspraak, hij moet zo snel mogelijk in die gebruikte automarkt penetreren. Dus er moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. Deze auto, ja, in Nederland is die dan ja, iets duurder dan in de rest van Europa vanwege die vreselijke BPM. Maar in België is ze vanaf 33.000 euro. En dat scheelt gewoon heel veel geld met de Nederlandse markt. En omdat die betaalbaar is, zal die ook gebruikt betaalbaar zijn. En daar was het meneer Toyota om te doen. En toen ze deze auto gingen ontwikkelen, ja, wat hier ook weer voorop stond. Achterwielaandrijving, een zitpositie waarin je toch wel een heel goed gevoel hebt met de weg, met de auto, met het karakter, met de sportdynamiek. En een laag zwaartepunt van de auto. De gewichtsverdeling, 53%, 47%. Ja, dat was niet zo belangrijk, zei ze bij Toyota, want als je het gaspedaal 1 mm achteruit zet, dan zie je al dat de gewichtsverdeling verandert. Wat zij belangrijker vonden, is dat het zwaartepunt van die auto lager was. En deze auto heeft dan niet een traditionele Toyota motor. En dan hebben we het over een 4-cilinder lijnmotor of een V6 motor. Nee, deze auto heeft een 2 liter motor. Een boxermotor waarbij die zuigers, die cilinderkamers tegenover elkaar liggen. Ja, want deze auto is notabene in samenwerking met Subaru ontwikkeld, de BRZ. Dat verhaal is bekend. Toyota heeft een aandeel in Subaru. En meneer Toyota zei, als allereerste project moeten we gelijk iets leuks neerzetten. En zo zijn Subaru en Toyota samen gaan werken aan deze sportcoupé. Dus voor Toyota de GT86, voor Subaru die BRZ. En toen kwam er een verdeling van wat gaan we doen. Nou, toen zei Toyota, wij doen de handling van de car, van de auto. Wij doen het ontwerpproces. En Subaru, jullie doen de aandrijflijn. Nou,
Subaru was al bezig met een nieuwe generatie boxermotor. Ja, en die boxermotor, Toyota die keek ernaar en die kwam in overleg met Subaru. En die zei, ja, zullen we misschien ook wat aanpassingen doen? Als we het zo en zo doen, dan doen we het net iets beter, net iets anders. Het is maar net hoe je dat interpreteert. Schiet me even te binnen over die samenwerking tussen Subaru en Toyota. Meneer Tada, dat is een chief engineer van zeg maar Toyota, de sportievere modellen. Die had gezegd, ja, die samenwerking tussen Toyota en Subaru die verliep nogal moeizaam. En ik confronteerde hem daar afgelopen maart mee. En toen zei hij van, nou, als ik het nu vergelijk met de samenwerking met BMW, hè, want Toyota komt met de Supra en BMW met de Z4, gezamenlijk ontwikkelde auto, ondanks dat het twee verschillende types zijn. BMW is een roadster en die Toyota is een coupé. Hij zegt, in vergelijking met de relatie met BMW was die samenwerking met Subaru was gewoon eigenlijk heel eenvoudig, heel makkelijk. Kijk, twee keer Japans. Toyota, BMW is Japans, Duits. Compleet andere culturen, compleet andere taal, andere werkwijze. Maar de Japanners die werken wel meer op eenzelfde methode. Dus die woorden heeft hij inmiddels teruggenomen. Maar wat ze bij Toyota zeiden over die motor, ja, wat we eigenlijk voor ogen hebben is 100 pk per liter. Dus ze hebben de motor hebben ze iets groter gemaakt. 2 liter. Het vermogen kan daardoor op 200 paardenkrachten uit. En die motor, dat is dan gelijk een leuk weetje. Wat eigenlijk ja, niet echt groot geheim is. Maar de boring en slag van de cilinderkamers die zijn 86 mm en 86 mm. En die auto, ik zei het al, die heet GT86, die onder de codenaam 086A werd ontwikkeld. Zijn spirituele voorganger heette AE86. Maar bij die auto had 86 een andere betekenis, want dat moest je lezen als 8 en 6 in de filosofie van de ontwikkeling van die auto binnen het Toyota-concern. 86, 86. Deze auto, kijk, je ziet het hier op die lichtunit. Hier staat een symbool. En er zijn al verschillende mensen aan mij hebben gevraagd, wat staat dat symbool nou eigenlijk voor? Wat moet het voorstellen? Nou, helaas is hij op deze uitvoering is die donker uitgevoerd. Maar als je heel goed kijkt, hè, hier hebben we GT. De autonaam is GT86. Hier staat, als je heel goed kijkt, 86. Dit zijn verschillende symbolen in één. Ten eerste, de afbeelding is de bovenkant van een zuiger. Daarin is verwerkt 4, ja, zeg maar, uitsparingen. En die vormen dan, als je heel goed kijkt, 86. Maar er zit nog een leuke Easter egg in dit logo verwerkt. Want als je kijkt naar die bovenkant van die 8, naar de onderkant en van die 6, dan zie je daar die strepen. En wat moet het dan voorstellen? Ze hebben dit zo gemaakt, die uitsparingen, dat het lijkt alsof dat 4 banden zijn. En door die streepjes zijn het driftende banden. Dit is een powerslide afbeelding. Ja, het is een heel klein detail, maar wel heel grappig. Ja, die auto heet overigens niet overal GT86, alleen in Europa gebruiken ze die naam. In Japan heet die gewoon Toyota 86, net zoals in Australië bijvoorbeeld. En weet je wel, dan nog een grappig detail is over die 86. Kijk, deze auto heeft dus dit logo, daar zie je meteen GT86. Die motor, dat is iets, dat is onderhuids, dat is verborgen voor de buitenwereld. Achterop hoort hij eigenlijk ook een GT86 logo te hebben. En dan een logo ook met van die zuigers die dan links-rechts gaan. Waardoor je aangeeft dat het een boxermotor is. Maar deze auto heeft nog een kleine gimmick. En u ziet hier een schuifmaat. En dan stel ik die schuifmaat in op 86 mm. Zo. Ja. Kijk. Het uitlaatsysteem van die GT86 is 86 mm. Gewoon een leuke gimmick. Leuk om te weten. Kunt er voor de rest niks mee. Maar het is wel bewust gekozen.